Zo, zeg Aaron, waarom moest ik zo nodig klaarmaken? Je hebt vandaag een meet & greet gepland om 15:30 uur. Oké, dat is goed. Waar is Ben? Die is even aan het bellen. Geloof me, Steven, die video gaat echt zoveel likes opgeven. Je zit een betere TikToker dan Michael, die kan totaal niks, dat is gewoon een loser. Ben? Aaron, ik kan het uitleggen. Zet jij ideeën van Michael stiekem door aan het spelen aan Steven? Ja. Oh, wacht maar tot hij dat weet. Michael? Ja? Hoe moet u het zeggen? Ben speelt al uw ideeën door naar Steven. Wat? Waar is hij? Hij is hier. Ben, hoe kun je me zoiets aandoen? Ik dacht dat we collega's waren. Maar ja, alles is beter dan niks, hè? Je video's trekken toch op niks. Weet je wat? En trouwens, Michael, je kunt mij niet ontslaan, want dat staat in het contract dat je mij niet kan ontslaan. Wel, in mijn contract staat duidelijk vermeld dat ik de manager mag kiezen. En jij, mijn beste Ben, zijt ongeschikt. En je zijt bij deze ontslagen. En nu uit mijn huis. Oké dan. Oké, en een meet & greet. Stel maar even uit. Ik wil nog even bekomen van het nieuws. Oké, dat is goed. Doe maar. Hey, is het oké als ik even verder de make-up doe? Oké, dat is goed. Doe maar even verder de make-up. Ik vind het toch niet erg. Oké, ik ga jullie laten. Bye. Wow, Michael, je ziet er zo goed uit. Ja, echt VIP-materiaal. Even VIP-materiaal, ik weet het. Bedankt dames om de outfit te kiezen. Dat is graag gedaan hoor. Zeg, ging Jelle vandaag niet komen? Ja, ik heb hem gebeld en hij is hier over een aantal minuutjes. Ondertussen. Michael, ik ben er. Ik ben boven. Wat is er met uw huis gebeurd eigenlijk? Is er ingebroken of zo? Nee, dat is gewoon een ravage. Oké, ik moet gaan. Dankjewel, hè. Dankjewel, Mike. Dankjewel, Mick. Echt, dat is supergoed dat je dat hebt gedaan. Eigenlijk, hè, zou ik iets aan u willen vragen. Iets zo persoonlijks. Zou je met mij uit eten willen? Tuurlijk, waar? Bij de Euroscoop in Genk hebben ze een leuk restaurant, heb ik gehoord. Ik hoop dat jij van spaghetti houdt. Ik ben dol op spaghetti. Oeh, my god, Michael heeft een date. Oh my god, hij heeft een date, Santé. Hoe kun je het voorstellen? Ja, het is echt geweldig. Hij is zo cute en is de perfecte match. Dames, kunnen jullie ons even alleen laten? Oké. Zullen we doen? Zullen we het klaarzetten voor onze filmavond? Ja, is goed. Thanks. Thanks om mij te bellen. Graag gedaan. Oh, ik wou niet kussen. De make-up. Geen probleem. Ik kan dat bewerken. Mick, heb jij nog plannen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb geen plannen. Zou jij een film willen kijken met mij? Ja, is graag. Dames, zullen jullie... Ik schrijf de plannen maar af. Oké, dat is geen probleem. We gaan toch al. Kom, Jelle. Michael heeft een vriendje. Wie is het? Mick, die ene jongen die je gezien kent. Mick, die jongen die de make-up doet. Ja, die is echt zo cute. Echt een perfecte match voor Michael. Kom op, we gaan zitten, oké? Weet je wel? Kies jij de film maar, ik kies te drinken. Oké, is goed, dat doe ik wel. Ondertussen probeert. Probeert Michael zijn leven terug op de rails te krijgen, maar hij krijgt toch een onverwachte verrassing.
Momentje. Brian, wat doe jij hier? Ik denk eens dat we even te praten. Sorry hè, dat ik u zo laat kom storen, maar als je komt ruzie maken naar Brian, is het gewoon het beste dat je het aftrapt. Ik wil geen ruzie met jou. Ik kom gewoon zeggen dat ik... Het spijt me. Spijt, dat komt te laat. En nu uit mijn huis. Onmiddellijk. Oké dan. Oh, nog iets. Steven heeft over juist een nieuwe video gemaakt. Die beter is dan nu. Burn in hell, Brian. Burn in hell. Fijn hoor. Was dat je vriend? Ex. Beste vriend, ja. Hij heeft mij geblokkeerd zonder reden. Oh. En dan zit hij nog te stoef over zijn werk en zo. Ik haat dat soort mensen. Komt je? De film is al bezig. Wacht, ik ga even de make-up spullen opruimen. Is goed? Doe maar. Wow, Michael's huis is zo awesome. Dit huis is echt zo cool. Ik ga even bij jou zitten. Oké, bedankt. Do. Dit was het dan voor de vierde aflevering van Michael New Life. Volgende aflevering gaat over... Zou Michael Brian ooit kunnen vergeven? Zou Michael ooit weer een gelukkig leven kunnen leiden? Zou Michael de succesvolle YouTuber blijven of niet? Laat het weten in de comments. Ciao kus, bye bye!